was gisteren, ik was onderweg hier naar Rosmalen. En toen hoorde ik het toevallig op de radio dat er schoten waren gelost hier in Rosmalen. Hoe ver woon je van dit huis vandaan ongeveer? 2 minuten. Dus ja, het is niet zo heel ver van mij vandaan. En wat dacht je toen je het hoorde op de radio van het nieuws? Wel spannend, maar ja, het schiet partij. We woonden tegenover het huis waar het gisteren allemaal heeft plaatsgevonden. Ja. Wat was het voor avond? Nou, het was een spannende avond. Het was heel spannend, heel de middag eigenlijk spannend. Je zag allemaal politie achter auto's staan met pakken aan en een helm op. Het arrestatieteam denk ik dan ook en gewone politie. Ik heb het alleen in de krant gelezen en voor de verdere rest had ik er niks van gehoord. En ik wist ook helemaal niet eens dat hier zo iemand woonde, zeg maar. Dus dat is echt wel heel bijzonder voor Rosmalen. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Hebben jullie nog iets gehoord? Kogels of schoten? Ja. Nou, kogels niet, maar ik hoorde wel allemaal politie en zo, een ambulance overheen. Dus ik dacht dan, Ik kreeg een bel, mijn vader belde, is allemaal geschoten hier en zo. Ik dacht, wow. En wat vind je daar nou van dat gebeurt zo in jouw dorp eigenlijk? Ja, heel triest natuurlijk. Ik bedoel, ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar het is wel triest om te horen natuurlijk. Heeft u wel een beetje kunnen slapen vannacht? Jawel, ik heb goed geslapen. De buren die er tegenover wonen, die moesten ook hun huis uit. En ja, dan hebben we eigenlijk, die zaten lekker warm bij mij binnen. Beetje voor de afleiding? Ja, denk ik wel, ja. En het was allemaal heel spannend voor iedereen. Het was eigenlijk net een film.